Ik ben Marijke Achterbos, sinds 2016 stadsdichter van Hengelo tot 17 mei 2018. Ik hoop dat dan de nieuwe stadsdichter gekozen wordt. En als ik aan Stork denk, dan denk ik op de eerste plaats aan Benink. Benink werkte aan de overkant bij de Nederlandse katoenspinnerij. En hij heeft in Hengelo de afdeling van de SDAP opgericht. In 1885... Dus de afdeling Hengelo, de SDAP was eerder opgericht door Domela Nieuwenhuizen. En tijdens dat congres noemde hij Stork geraffineerde uitzuigers. Stork is daar zo boos over geworden, die is een proces begonnen. En Benink is veroordeeld tot 10 dagen hechtenis en tot de proceskosten, 12 gulden toen de tijd. En als ik nu op het kerkhof loop aan de Oldenzaalse straat, dan zie ik de graven. Nou, wat zal er tussen zitten? 10, 15 meter, zo dicht liggen ze nu bij elkaar. En als ik daar dan loop, dan denk ik, ja, waar is alles voor nodig geweest?